Ja joh, ik ben compleet gestoord, maar ja, ik weet het ook niet. Ik ben een soort method piloot. Volgens mij ben jij gewoon een piloot. Ja, ik ben stiekem een piloot, dat is ook zo. Zijn broer is ook piloot, hè? Oh. Lijkt ook nog heel erg op mij, dus waarschijnlijk denken mensen bij KLM nu echt dat hij gek is. Oh, dat zou ik leuk vinden. Ja. Ja, er zit een fragmentje in de show vanavond met een schaap op het voetbalveld. Maar het is nogal slechte kwaliteit, zoals je ziet. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik probeer hem even met AI wat betere kwaliteit te maken. Maar het wordt er vooral heel artsy van. Een soort schilderij. Ja, het is wel mooi, maar ik denk niet dat we het gaan gebruiken. Ziet. Nou, hier probeert hij dan eerst buitenom met zijn snelheid. Dan gaat hij binnendoor tussen twee man door. Dat is dan nog wel aardig. Hé, hey, ik heb nog wel een andere vraag. Oh. Wil je de volgende keer, als je naar Beeld en Geluid gaat en originele cels van Alfredje Dokuskwak, aflevering 6, de Olympiade, dat je dan mij meeneemt? Ik zei dit vind Tom's Grote heel erg leuk. Ja? Ja, ik wist dat wel. Het is mijn favo-serie ooit. Maar het zat in een la met dat helemaal met plastic erop en zo. Je kon het niet zomaar pakken natuurlijk. Ja, en die kabonkel vind ik ook echt heel gaaf. Ja. Ik wilde er recht bij zijn. Dat oh echt ja, jaloers, sorry, maar ik weet hoe je er komt. Je moet gewoon door die deur. Er zit opeens een deur naast de wc's en dan kom je daar. Kunnen wij dat ook? Kan ik dat ook? Ja, laten we het proberen. Ja? Ja. Oh, we gaan gewoon door die deur. Ja. Vorige keer lukte het. Dan ga ik meteen. Dit wil ik zien. Ik ben dus al mijn leven lang fan van Alfredje Dokuskwak. Ja. Ik heb het toevallig dit jaar nog weer gekeken. Alle 52 afleveringen. Wow. Favo-aflevering is De Bevrijding. Ja. En De Boerenganzen vind ik ook heel goed. Oké. Okay. Dat is de apartheid aflevering. Echt top. Okay. Misschien kun je nu mijn favoriete fragmentje zeggen. Dit is mijn tafel niet. Ik weet het zeker. Dit is echt uw tafel. Dat moet een vergissing zijn. Nee, meneer. Zeker niet. Hou je mond. Ik wil niet naar zwarte eenden zitten. Begrepen? Dek een andere tafel voor deze heer. Dus kijk, die daar. Huh? Die tafel vlak naast de wc. Dit is die deur. Ja? Als je daar doorheen gaat, dan ben je dus in beeld geluid. Maar pas op, want het kan zijn dat je dan dus helemaal terug moet lopen gewoon over de straat. Het maakt niet uit voor originele cels van Alfredje Dokuskwak. Oké, let's go. Ja. Hé? Maar waar is het dan? Nee, vorige keer kwamen we bij beeld en geluid. Dit slaat nergens op. Dit is letterlijk drie deuren verderop. Hoe kan dat nou? Hé? Hebben jullie originele cels van Alfredje Dokuskwak? Nee, natuurlijk niet. We zitten hier satire te maken. Laat maar, Tom. Het is wel met alle respect the next best thing. Ja, dat zeggen we altijd als we de verkeerde deur doorkomen. Ja, jammer. Jammer. Verdorie. Dit rimpelige gezicht is goed voor de vlog. Stop met je gezeik over die rimpels. Ja, maar doen. Nee. Ja, maar hoe dan? Maar waarom zou je er wat aan doen, Shirley? Ik veel. Voor mij hoeft het niet. Hij begint te lopen. Het is toch gewoon een leuk, charmant gezicht. Als ik dat even heel neutraal, afstandelijk mag zeggen. Kijken. Moet je nou eens kijken. Het verschilt. Moet je eens kijken. Je wil weten hoeveel jaar het scheelt? Of... Nou, dat zien mensen wel aan de kraaienpootjes. Ja, ja. Ja, ja. Ik denk dat iedereen dat wel kan zien, Semé. Maar ik krijg hem ook hier, hoor. Fronsrimpel. Ja, maar fronsrimpel. Goed, die is vijf keer. Het is like the Grand Canyon wel hier. Hou op, Pieter. Zijn er ook oudere kijkers boven de 50? Ja. Ja? Ik weet niet, waar gaat het over? Over mijn oude kop. Ik heb zo'n oude kop. Ja, dan moet je bij Shirley in de stoel gaan zitten. Ik heb ook zo'n kop. Ergens naar die maar kop. Nou, jij heb ik ook. Maar nu hebben ze dit ervan gemaakt. Je bent 30. Het is niet dat jij 30 bent. Ja, ik ben dus een half jaar jonger dan jij bent. Ouder, toch? Ouder. Ben jij jonger dan Arjen? Ja, dat is toch raar? Dat geloof ik toch niet. Precies mijn punt! Hij heeft... Oh, fuck jullie allemaal. Hij is dus een jaartje jonger dan ik. Echt? Ja. Het wordt steeds meer. Twee jaar jonger. Thomas, vind je het ook leuk als je... Ik heb wel eens erger meegemaakt. Oké. Piloten die gaan natuurlijk altijd ergens, ja, dan gaan ze een dagje in de zon zitten en dan komen ze weer terug. Ja. Ietsje klein tintje? Ja, lijkt me goed. Okay. Veel wel lekker, toch? Nee. Sun-kissed glow. Oké. Okay. Nou, kom dan maar. Ik ga doen alsof dat je van... Waar ben je geweest? Ik denk net, waar ben ik net geweest? Ik denk... Curaçao. Curaçao, ja, dat is een goeie. Curaçao, dat is ja.
heerlijk. Ga ik even het potje Curaçao pakken. Lekker dagje over in Curaçao. Hey, Thomas. Ja? Had je nog leuke reacties gekregen op je vorige performance? Op mijn vorige performance? Nee, helemaal niet. Nul reacties. Wat? Ja, het is, ja. Hadden ze je niet herkend? Dat denk ik. Terwijl, ik had een bivakmuts op. Had Shirley een hele bivakmuts bij je gesminkt? Shirley had een bivakmuts gesminkt bij mij toen. Ja, het blijkt dus dat mensen je dan helemaal niet herkennen. Goed jongens, hebben jullie er zin in? We gaan op vakantie. Mag ik van de cockpit kijken? Is dat te veel gemaakt? Absoluut. Als je dat leuk vindt, dan mag jij in de cockpit kijken. Zullen we gewoon even gaan kijken? Is, leuk, is, dit, is dit de cockpit? Dit is een cockpit. Dit is sowieso, ja, kijk. Het is eigenlijk heel simpel. En dit is dan met opstijgen, toch? Als je dit zo doet? Ja. Ik kan ook dit doen. En dan gaat hij naar beneden. Ja. Ja. Mag je zomaar eraan zitten? Lampen aan, toch? Of niet? Oh, ja, ik kan toch niet zomaar mensen eraan laten zitten? Ja, ik weet wat ik doe. Het is, staat nu gewoon op de rem. Op de handrem. Dus dat is geen probleem. Hagelslag heb ik ook altijd in de cockpit. Het is wel ingewikkeld allemaal, zeg, met al die knoppen. Even nou af, joh. Dat kan toch niet, Tom? Sorry, meneer de piloot. Maar niet uit, hoor. Het zijn de jonge jongens, die zijn enthousiast, die jonge honden. Passie voor de luchtvaart, dat vind ik mooi om te zien. Het is gewoon goed dat ze lekker eventjes dat ze kunnen kijken, wat ze kunnen spelen. Ik zie jou zo. Veel plezier. Ja, leuk. Zin in. Mooi, ik ook. Heerlijk gebruikt, Thomas. Ja, dank je. Curaçao. 3 dagen overleven. Ja, precies. Doei, tot zo! Doei! Doei. Doei. Ontregel jezelf. Want hier is Arjen Lubbers! Wat zeg je? Ik ben te laat. Te laat. Arjen, succes. Heel spontaan. Wat doen jullie? Schimmel kweken. Pardon? Wat eetbaar is, want niks is echt over de datum. Mag jij raden wie het moet eten? Moet hij het eten? Nee, toch? Ik hoop het niet. Je bent schimmel aan het maken. Ja, weet je nog, vorige aflevering, ergens in een seizoen, ga maar zoeken, Martina. Toen hebben we ook schimmel gemaakt. Geen idee meer welke aflevering. En toen hadden we gewoon een boterham met... Een boterham met heksenkaas. Met een soort roomkaas, ja, met groen, met groene stift. Ja. En... Maar boterham is wel makkelijker. En nu is het spaghetti bolognese. Gadver. Ja. Lekker. Heel vies. Ik zit dus na te denken van, moeten we niet gewoon ergens een zakje met een beschimmelde boter om gewoon ergens... Gewoon klaarleggen voor ooit. Ja, maar dan komt het dus nooit meer in het script. Ja, dat is waar. Ja, maar boeien, dan ligt het er. En het ligt in het plastic, dus... Heeft iemand niet al een week zijn eten laten staan in de koelkast? Nee, ja. Dat is toch bizar? Wil je wel geld verdienen? Ja, dat is genoeg, joh. Denk je? Een soort. Wat moeten we hiermee doen? Waarom smelt het niet? Wat doen jullie? Ja, Arjen wil graag een koud giletje. Oh, wat gebeurt hier? Waarom doet dit niks meer? Wat is dit nu? Is er nou te veel water? Of zo? Kunnen we dit gewoon teruggooien? Ik denk inderdaad, je moet er warm water bij doen in plaats van koud. Dat is met die rookmachines ook altijd. Het is nou gewoon één blok zeker. Waarom doe je dit, Jacob? Wil je wel naar Kijk hoe koud het water is. Dat is toch belangrijk? Even heet water pakken. Ja. Is dit spul giftig? Dat zullen we over 10 jaar zien. Maar wel heel brandbaar. Je kan letterlijk je vingers eraan verbranden. Zo koud. Maar het vliegt niet in de fik, toch? Nee, dat niet. Het lijkt heel onschuldig, maar je moet dus niet zo'n blokje vastpakken. Een staafje. Maar... Moet er niet gewoon iets van een rookmachientje in of zo? Staat dat niet? Want het hoeft natuurlijk niet echt koud te zijn, ja, toch? Maar dat is toch leuk? Ja, oké. We hebben 35 kilo droogijs, Martina. Oh, sorry. Dat hebben we absoluut nodig. Ja. Nee, je hebt gelijk, Zoemie. Sorry. Het is kokend water. Ja! Nou, dicht. Als ik ergens een hekel aan heb, kleren op kamertemperatuur.
even kijken hoor. Hier. Oh, kijk nou eens even wat ik hier heb. Hey, ja, dat is het. Dat ziet er goed uit, hè? Ja, toch? Een stuk beter. Momentje. Even kijken. Dit, ja, is veel beter dit. Dit is lekker fris. Hallo vlogkijkers, hey, dit is Muis. Dit is even. Moeten we niet naar beneden? Lekker even een kopje thee drinken. Ja, oké. Okay. Doei, tot zo, hè? Kom nog even langs de regie. Dat doen we normaal nooit. Fijne uitzending allemaal, hè? Tot straks. Martine. Ben jij al eens door de magische deur geweest? Nee, maar ik zag in de vlog dat hij er is. Nou kom, dan gaan we even er doorheen. Durf je dat wel? Ja, je komt toch op een lijpe plek uit dan? Ja, maar je weet nooit hoe lijp. Maar jij was in beeld en geluid. Ja, maar dat is daarna niet meer gelukt. Wel, de deur staat al open. Hè? Dat is echt niet grappig. What the fuck? Hoezo? Ga daar maar niet in dan. Dit is een zwart gat. Ga er nou niet in. Dit is een zwart gat. Dit is een zwart gat. Jippie? Zoomie? Ja, waar is hij nou? Pieter, ja? Wat doe je? Ik haal de pingpongballetjes onder de bank vandaan. Ja. Hoeveel denk je dat er onder de bank vandaan komen? 2. Laat nu achter in de comments. Oh, sorry. Hoe lang moet je dan wachten? Mensen hebben nu al gecomment. Oké. Okay. Het zijn er gewoon 8. Nee, wat is dit? 7. 7? 7. Het goede antwoord was 7. Hoe vaak denk je dat ik de vaas ga raken? Laat het achter in de comments. Ik denk 0 keer. Oh, je slaat ze allemaal tegelijk? Nee. Oh. Was het 1 keer? 1 keer. Oh, we zijn zo druk. Ik had 1 keer. Leuk. Springen. Ja. Maar ik moet anders niet met dit doen. Nee. En ik moet wel weer landen. Dus ik spring. Dus ik doe. Oké, jongens, gaan we een keer doen. Goed, ja. 5, 4, 3, 2. Nee, Dex, ik kan niet laag springen. Ik kan wel hoog springen. Hier, maar je kijkt. Echt, Jonathan, je kunt hoog springen, je kunt laag springen. Maar nee, Dex, ik kan niet laag springen. Ik kan wel hoog springen. Hier, moet je kijken. Oh, wat gaaf. Ja, gaaf. Ja, het is hier echt geweldig. Hoe is het bij jou eigenlijk, Dex? Koud zeker, of niet? Kun je die er altijd ophouden? Ja, zijn handen hoog? Die komen nee, hoger dan zijn hoofd. Dus. Hoe je hem doet, is top. Oké. Okay. Ja, weet je zo? Mag ik voor jou oké? Okay? Ja, dat is toch goed. Dat is ook heel fijn. Oké, als eerste hebben we. Taxi. Ja. Jij zat vorige week in de vlog. Ja. Met een heel grappig fragment van toen je meedeed aan Lingo. Aan Lingo, ja, heel lang geleden. 6! Ja! Woe, gefeliciteerd! Heel erg goed gedaan! Hoeveel geld had je eigenlijk gewonnen? Nou, met z'n tweeën 5000. Euro. Euro. Oh. En daar ging dan kansspelbelasting vanaf. Hoeveel is dat? Dat was volgens mij 38%. Oh,
Jemig. Zoiets? Ja. Maar dat kan niet een heel ander bedrag zijn, dat weet ik niet meer zeker nou. Dus er was nog maar 3,5 volgens mij, over? Nee, ja, we hielden allebei 1750 over, zoiets. Oh, ja. Ja, dat heb ik opzij gezet en dat is nu 3 miljoen waard. Heb je wel eens vaker meegedaan aan iets? Ja, ik heb er meegedaan aan That's the Question, ken je dat? Question. That's the question. Question. Oh. Dat was met Bert van Leeuwen, volgens mij. Was dat de presentator? Ja, dat denk ik het wel, ja. En mijn tegenstander heette Tim. Ja. En ik heette Tex, net als nu. Ja. En hij kon ons niet uit elkaar houden. Ja. Dus dan zei hij de hele tijd, Tex, jij bent. En dan zei de regie, nee, dat is Tim. En dan moest hij opnieuw. Dus we waren de hele tijd, hij werd helemaal gek. Was wel leuk, maar uiteindelijk. Dat was leuk, daar heb ik hem mee gedaan. En wat heb je nog meer gedaan? Qua quizzen, de AT5 havenquiz. Ja. Met vragen over de haven. Ja. Ja, dat was leuk. Ook gewonnen? Ja. Ja. Ik heb een keer meegedaan aan De Tafel van Taal met Margriet van der Linden. Gewonnen? Even kijken. Met Stefan Pop samen. Eerste potje gewonnen. Ja. Kregen we 2 tegenstanders die ook hadden gewonnen. Die hebben ook gewonnen. Toen moest ik in de finale van de week tegen mijn vriend Stefan Pop. Oh. En dat, wie dat gewonnen heeft, weet ik niet meer, maar het was Stefan Pop. En ik heb wel eens meegedaan aan 2 voor 12. Dat was afgelopen Dat was 2 maanden geleden. Maand geleden. Ja, dat was echt leuk. Ja. En weer gewonnen. En weer gewonnen, op het nippertje. Leuk. Ja. En misschien nog wel meer, maar dat weet ik even niet meer. Kijk, ik heb iets leuks gehad. Hier is een eindregie. Kun je eens met Pieter en Koen en JP praten? Echt? Ja. Zeg maar, Martine voor JP? Zeg maar. Martine voor JP? Martine, heb jij ook al een eigen intercom? Wow, hij reageert wel heel snel. Ja, Martine die wil ook een eigen intercom. Als iedereen op zijn kantoor die zo'n ding heeft, dat zou zo schelen. Hebben jullie ook een oortje? Nee, niet per se geloof ik. Maar ben jij nu de enige die dit hoort? Ja, want je hebt een kweklijntje bij mij, maar als je op regie drukt, dan hoort de rest je ook. Oké, nou leuk. Waar moet ik op klikken dat de regie het hoort? Oh, hier. Nee, dat durf ik niet. Oké, ik doe het. Groetjes aan de regie van de vlog. Niemand reageert, JP. Dat is heel gênant. Ze reageren allemaal, Martine. We horen niet. Dat horen we niet. Nog eens. Wat zeiden ze dan? Ze deden allemaal de groetjes terug voor aan de vlog. Oh. Martine, doe nog eens een keer de groetjes aan iedereen in de regie. Ja, leuk. Waar zit je? Hallo regie, hier groetjes van Martine van de vlog. Hey, vlog, Martine, waar zit je? We zien je niet. Eindmontage. Hallo Martine. Eindmontage. Ik zit in de eindmontage, heel, heel cool. Top. Edit 5, hè? Edit 5. Oké, tot zo. Eindelijk op de foto met z'n vieren. Doei allemaal, tot zo. Waarom sta je hier? Ik ga pingpongen zo. Met wie? Oh. Is dit alles? Nee, we hebben nog veel meer. Ja, maar... Nee, maar... Meer is meer beter. Luister, als je er meer in doet, dan koelt het water te snel af. Nu... Is ook zo. Dus dan... Kom nou. Heb dit nog? Yep. Heb je er nog zin in? Ik heb een bedje. Thank you.
doen jullie? Wij doen ondergoed in emmers. Ja, jullie, waarom heb je dit allemaal gekocht? Ik weet niet, impuls aankoop. Waar slaat dit op? Ja, Anja krijgt straks een emmer ondergoed over zich heen. Maar we gaan het allemaal doneren. Ja. Dus niet aan wie? Aan een goed doel, een kringloop in ieder geval. Ze niet helemaal voor niks hebben gekocht. Dus jij hebt dit net gekocht? Dit is best wel chill om in te slapen. Jij ging naar de winkel. Ja. De medewerkers vroegen zich wel af wat hier gaande was. Ja. Ze zijn alleen een beetje onhandig geweest. Kijk dit. Oh. Dit krijgen we nooit los. Wat? Zit er nog een ding op? Ja. Ja, ik vind dit dus niet heel veel eigenlijk. Ik denk dat het wel meer kan. Ja, maar de desk ligt eigenlijk wel vol, toch? Ik denk gewoon gooien, niet met een emmertje. Gewoon in je handjes. En ik denk dat het slim is als Arjen bijvoorbeeld nog twee dingen heeft die hij zelf in die tijd ook even eentje aan zijn oor kan hangen of zo. Ja, ja. Kom op. Weer toch? Doe aan. Kom op, Nina. Oh ja. Okay. Wat is dit? Hou gewoon je kleren aan, publiek. Wat de fuck? Toch? Kom maar, hier is een detail. Joeke. Ja, Martine. Heb je nog wat voor ons? Jazeker. Het is tijd voor de derde editie van het Vloggoud. En dit is een hele bijzondere editie, want dit is een vandaag geschrapt fragment. Oh. Ja, dus dit is echt vers van de pers, heet van de naald. En ik baal er zelf ongelooflijk van. Het is denk ik uiteindelijk voor het verhaal wel goed. Maar het gaat om een redelijk bekend filmpje, maar ik vind dit denk ik een van de mooiste kunststukjes ooit op het internet. En het gaat om het filmpje Jeroen en niet doen. Jeroen! Jeroen, pas op met het vuur! Jeroen, pas! Jeroen! Jeroen! Jeroen, doe hem maar! Gek! Jeroen! 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 What the fuck? Wat een man! Al die auto's weg! Wil je er nog iets over zeggen? Ja, dit is gewoon geweldig. Nou, wat ik zei, een kunststuk. Het is een drietraps. Escaleert drie keer. Eerst dat hij al, zeg maar, de benzine over het vuur heen gooit. Dat is al grappig. Dat ding vervolgens in de fik vliegt is nog grappiger. En dat hij vervolgens dat ding dan door een auto heen gooit is natuurlijk geweldig. Het is zo, niet voor de eigenaar van die auto. Niet voor de eigenaar van de auto. Maar dat is allemaal goed gekomen, heb ik uiteindelijk gehoord. Okay. Dat waren een soort vrienden. Dus uiteindelijk is dat volgens mij... Naar mijn informatie is dat goed gekomen. Plus het leuke is dat de hoofdrolspeler van de video is natuurlijk eigenlijk niet Jeroen, maar degene achter de camera. En daardoor voel je ook de sympathie en de onbenulligheid van het moment. En dat vind ik er zo mooi aan. Nou, bedankt weer. Graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. We gaan net wat carnavalsliedjes opnemen. Leuk. Ja. Zeker wel, ja, met z'n allen. Upsidacy. Allee. Zoiets? Nee, we moeten eerst te beginnen. Ja hoor. Een kroket met een trompet in een zakenkabinet. Met op sociale zaken een ontbijtbuffet. Een regering zonder mensen met een bril. Dat is wat ik zou willen. Kom, we gaan naar beneden. Doei allemaal. Doei. Tot zo later. Zet hem op. Doei. Succes. Doei. Dus nu veel meer. Kijk, wow. Dit is toch, voelt dit niet oké? Okay. Nee, dit is ook toch, want alleen maar.